Slecht nieuws. Gevaar. Aan de zee. Hey! We zijn niet meer alleen. Natuurdeskundige. Matterhorn. Hoogst uitzonderlijk. Heerlijk. Hallo. Een trein op de piste. Yay! Woe! Dus we gaan vandaag wat superleuks, maar wat ga je vertellen? Natuurlijk wel. Ik heb geen idee wat we gaan doen. Want mijn vader neemt de vlog mee. En hij gaat naar Italië. En hij gaat daar... Fok, dat moet ik niet vertellen. Flitspaal 100 kilometer per uur. Eventjes om de file heen. Nou, heel verstandig weggetjes, weet ik nog niet. Hij gaat in ieder geval sneller. Zo, goedemorgen allemaal. Wij zijn aangekomen in Cervenia, Italië. En kijk eens, wat een sneeuw is hier allemaal gevallen vannacht. Ongelooflijk. We kunnen gewoon... Hey, morgen. Ik ben trouwens met Leon. Hey. Morgen. We kunnen gewoon vanaf ons appartementje op de skis. We kunnen gewoon naar het liftje toe. Lekker toch? Nou, ik neem jullie even mee. Nou mensen, ik heb mijn skietjes aangetrokken. Hier is het appartement. Dit is het appartement. Hallo. En hier even het hoekje, jong. Zitten we in het liftje? Beetje geluk. We kunnen gewoon serieus naar het liftje toe. Hier staan een paar mensen auto uit te graven. Er is zoveel sneeuw gevallen hier. Niet te zijn. Dat is onze auto. Kijk, daar is het liftje. Mooi is dat? Skiën naar het lift. Nou, daar word je toch gelukkig van? Onze vlog het. Dat is even anders dan met de auto anders allemaal. En we zijn er al. Hoe mooi is dit, hè? Nou, we gaan het liftje in. Tot boven. Laten zien, maat. Hé? Dit zijn ze. Lekker, man. Oké, dames en heren. Slecht nieuws. Alles is dicht. Boven schijnt het zo hard te sneeuwen, zo weinig zicht. Er is zoveel sneeuw gevallen dat het hele skigebied gewoon helemaal dicht is. Geen idee, maar goed. Het zal allemaal wel. Allemaal rode lampjes. Liftjes zitten er niet in. Het schijnt boven zo gevaarlijk te zijn. Boven is het min 12. Nou, ik zie nog steeds geen reden waarom we niet kunnen skiën. Het sneeuwt heel lichtjes hier, maar boven is het waarschijnlijk zo erg dat we gewoon echt niet kunnen skiën. Het hele skigebied is gewoon dicht, dicht, dicht. Heel apart. Nog nooit meegemaakt. Zie je? Dicht. Gevaar. Ja, staat er echt hoor. Gewoon echt dicht. Ah goed, gaan we maar wat anders doen. Hè? Helemaal enthousiast met de skietjes aan. Wij staan hier ook als enige met skischoenen. Ja, vond het al zo rustig. Maar goed, ziet er wel mooi uit. Wauw. Omdat je niet kan skiën vandaag, denkt iedereen waarschijnlijk, we gaan even lekker de stad in. Kijk dan, hoe druk hier. Maar goed, wij hebben vanmiddag waarschijnlijk wel gevonden. Heel misschien gaan we vanmiddag op snowscooters. Dan nemen we jullie ook even mee. Dat wordt lach. Kijk eens aan de mooie plaatjes. A few moments later. Kijk eens. Aangekomen bij snowscootermobiel. Apel pad gemaakt. Au, weer met een pad al gemaakt. Wow. Nou, even kijken hier. Wauw, wit man. Alles wit. Kom dan, maat. Let's go. Check. Wij gaan even een rondje hoor. Nou, daar gaan we. We'll be right back.
next day. Goedemorgen. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Zo te zien is het gestopt met sneeuwen. En kijk eens. Blauwe lucht. Witte bergen. Ik denk dat nu het liftje toch wel een keertje open zal gaan. We gaan er gelijk vandoor. Het is 7:30. We willen niet te laat zijn. Let's go. Nou, we zijn boven met de grote gondel. Er werd verteld dat ze nog niet wisten of we naar Zwitserland kunnen skiën. Hier is alles nog dicht. Heel apart. Het ziet er wel mooi uit hier, moet ik zeggen. Hier gondeltje, allemaal winkeltjes. Hier ga je van liftje naar liftje. Er is een klein winkelcentrum hierbij. Best geinig. Nou, we gaan eerst even een bakje koffie scoren. En dan gaan we het volgende liftje verder kijken. Wel mooi wit hier. Daar hangt ook nog geen liftje in. Daar ook nog niet. 8:30. Ze moeten de liftjes allemaal nog erin hangen. Echt niet erg vlot hier. Maar is alles nog bijna dicht. Maar wel een lekker weer. Oei, oei, oei. Kijk eens wat een mooi paardje. Oh. Hansi, wat is dat? Hansi. Ganz vroeg geopend. Moet eens kijken hoe mooier. Dorp hier beneden. Mooie strakke pistes. Zonnetje. Ook helemaal niemand te bekennen hier. Super mooi. Wauw. Goed. Zit er mijn ding op. Dat is lekker skiën. Gaan we. Volgende liftje. Is goed, gaan we naar 3500 meter. Een lang liftje. Is wel mooi open hier. Als het zonnetje schijnt. Lekker. Lekker, 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 lekker. Nou, we zijn boven. Super mooi hier. Het liftje helemaal naar de top is dicht. Kijk eens aan de banen. Mooi hè. Nou, let's go. Ga maar, hè. Dat is zo diep. Het is echt veel sneeuw gevallen hier. Lekker hoor. In een stuwdammetje. Het is naar het water, alles bevroren hier. Mooier. Super nice hier. Wat een gebied. Zoveel sneeuw. Het is trouwens min 11. En voel je niet zoveel van. Hey! Allemaal fans. Oeh, kijk hier op de banen. Lekker hoor. Dat is een kanon. Woehoehoe. Super nice. Houd gewoon niet op joh. Op de banen. Zo lekker dit. Echt niet normaal, hè. Wauw. Zo mooi hier. Wat een racebaan. Een tunneltje. Prachtig hier. Kijk dan, dames en heren. Wauw. Ja, ja, we zitten in het liftje. Hypermodern. Houten stoeltjes. Ja, ja. Dames en heren. Hey! Woehoehoe! Ihoe! Jodla, jodla! Ihoe! Kijk eens hoe mooi. Hey, vrienden! Hey, mijn vrienden! Oei, 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 dit is hier toch beautiful. Kijk eens, dames en heren, hoeveel sneeuw hier ligt. Niet te zuinig. Volgens mij is we hier naartoe gaan, komen we bij ons appartementje uit. Hoe cool is dat? Ik heb echt helemaal skiën naar je eigen huisje. Ja hoor. Dit is het toch? Dit is ons appartementje. Hij staat erop. Kijk hier, een plaatje jongen. Dit is ons appartementje. Kun je gewoon tussendoor lopen, hè? Kijk hier zo. Ja, kan ik je rum vullen en we door. Hoi. Lekker. Ja, we met de bus naar beneden. Zo, even terras hier op. Hoppa. Lekker hoor. Daar zitten we dan, hè? Nou, we hebben het verstekje gevonden, hè? We zijn even verkast. Dit is toch net even wat beter. Kijk.
rijden. Ik wil weinig gaan skiën vandaag. Even nog een live optreden in de sneeuw. Super chill. Zo het terras op, hè? Nou, dan even goed voor elkaar. Nou, nog één keertje dan, dan komt ie. Met z'n tweeën. Maar ik weet niet wat er is gebeurd. We zijn niet meer alleen. Dat is wel duidelijk. The next day. Zo, goedemorgen dames en heren. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben het weer gered. We hebben gisteren niet heel veel geskiet. Beetje te lang op terras blijven zitten. Klein beetje. Maar goed, was op zich gezellig. Was echt gezellig teentje daar. Vandaag hebben we goed nieuws. Want vandaag is Zwitserland kant open. En we gaan gelijk door naar Zwitserland. Dus we gaan even kijken wat er is. Waar de paniek allemaal vandaan komt. We hebben er zin in. Of niet? Nou, dat weet uit. Nou, we nemen jullie wel mee. Maar we even kijken wat het is. Of het echt allemaal de moeite waard is. En anders weten we een leuk terrasje. Gaan we gewoon daar weer terug. He? Zo moeilijk is het niet. Weer is licht bewolkt. Zonnetje. Kijk, wat een sneeuw. Nou, dames en heren. Vandaag is het toch open. Eindelijk. Er staat geen wind. Beneden is het min 6, boven is het min 12. Lekker temperatuurtje, dat doen we. Kijk. Eindelijk is het open. Goed, laten we gaan. Nou dames en heren, we staan nu op 2866 hoogtemeters. We gaan nu met die bus die nu aankomt, gaan we naar boven toe. En volgens mij over dit heuveltje heen is Zwitserland al. We gaan het beleven, we zien het al. Komt-ie. Er ligt hier een pak sneeuw, niet te zuinig. Een hele grote gondel. Savinio. Goed, laten we gaan in stap. Goed, we zijn boven. En ik denk dat we zomaar met nog een ander liftje naar boven kunnen. Kijk, daar staat de Zwitserse vlag. Nou, laten we die bus maar pakken dan. We gaan er genoeg. Daar staat het. Zwitserland. Zermatt. 3480 meter. Kijk, hier staat het. Heel vreemd. Second floor Italië. First floor Zwitserland. Ziet wel hyper maar daarna uit, moet ik zeggen. Ja, dat is Zwitserland. Het is wel allemaal een tandje maar daarna. Zermatt. Matterhorn. Mooi hoor. Gaan we dan? Ja, hij doet het. Oh, bijna mijn skietje kwijt. Hè? Mooi, 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 mooi. Kaker is. Nee, dit is wel andere koek als in dat Italië. Ja. Kijk hoor. Hier kan het ineens wel allemaal. Ja. Kijk eens. Een brok ijs daar. Je ziet gewoon dat het een beetje blauw is. Zo van de gletsjer. Oerijs. Net gehoord van deskundigen. Je ziet deurdeskundigen. Leuk man. Een moeilijk woordje geleerd. We zitten gewoon in een 30 persoons cabinetje of zo. Hoeveel mensen kunnen erin? 28. 28 mensen. We zitten hier helemaal alleen. Kijk aan het ding. Ja, twee zat joh. Ja, twee zat. Lekker. Kunnen gewoon lopen. Dan als je doen. Oh, en als we eruit willen. Ook altijd handig. Kun je even op het stopknopje drukken. Handig. Maar ik denk dan nog even blijven zitten. Ik denk dat we maar even muziekje aangegooien. Nou. Het is toch een beetje stil in het hokje. Dat ja. Even een feest erin hoor. We zijn er bijna. We zijn er bijna, dames en heren. Oh, oh, oh. Polonaise. Kijk hier, man. Hey, ik weet ook niet waar we naar beneden moeten skiën, maar hier staan de hoogtemeters, dames en heren.
3600 meter 77 en we gaan omhoog. 81. Even staan op 37 of 3800 hoogtemeters. Dat is best hoog. Kijk, mooi stijgertje daar. Ik heb het puntje jumpen, denk ik. Ik heb geen idee. Poeh. We zijn er bijna. 3700 meter. En klimmen. Hey, staan we op het graafmachientje op de stadion. Ik vind het wel even leuk om te hebben. Nou, dames en heren, we zijn in Zwitserland. En kijk eens, je komt hier uit. En je loopt gewoon door een soort grot. Kijk al die aders die dicht. Dit is de uitgang van het liftje. Geen idee. Super dik. Je loopt gewoon in een grot. In de berg. Wauw. Nou is alleen de vraag waar wij gaan. Het is linksom over je toe. Kijk eens, Arjen. Ik kan ook overheen lopen. Hè? Ja. Piek in de kant. Ik weet het niet. Dus ik weet waar wij gaan. Let's go. Nou, dames en heren. We zijn ergens boven gekomen. Het zonnetje begint door te komen. We hebben heel eind geskiet. Mooi uitzicht op de Matterhorn. Dat is een puntje wat je daar in de mist ziet. We gaan even naar beneden skiën. We hebben een afslag gemist. We gingen met een liftje naar beneden toe in plaats van boven. Hoogst uitzonderlijk. Maar we hebben wel een mooi parcoursje gezien. Dus we gaan even lekker skiën. Let's go. Ja, ja. Kijk eens eventjes. Mooi. Ziet het er hier uit. Krijgen we een beetje zicht. Mooi open hier. En overal heen skiën. Heerlijk. Dames en heren, kijk dan ook wat een sneeuw hier. Zo mooi. Mooi bospaadje. Er is ook bijna niemand hier op die piste. Het lijkt alsof we hier gewoon bijna alleen zijn. Het hele skigebied voor ons. Je komt bijna niemand tegen. Alleen in de lift. En voor de rest zie je echt heel weinig mensen hier. Heerlijk. De piste is allemaal geprepareerd. Echt netjes. Mooi hoor. Woe, gaan we. Wauw, wat een banen. Hallo! Het is gewoon één groot bospad, één grote racebaan hier. Mooi, mooi, mooi. Ja, ja, volgende stukje. Let's go. Ik weet niet hoe lang dit pad nog duurt, maar het is een aardig stukje, kan ik je vertellen. Voor mij gaan we nog helemaal naar beneden naar het dorp toe. Nou, kijk eens. Gezellig huisjes hier. Mooi, 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 mooi. Ik kan echt wel zien dat we nu in Zwitserland zijn. Wauw. Nice. Hallo. Kijk eens wat je hier allemaal kan skiën. We zijn vanmorgen hier begonnen. Hier, een bril. Helemaal naar boven. Daar naartoe. Ja, naar beneden. We zijn nu hier. Bij Fury. We gaan even hier naar boven. Dan gaan we dit kleine gebiedje even proberen. En dan denk ik dat we het voor vandaag niet meer verder redden. Dus uiteindelijk moeten we hier naartoe kunnen komen. En dat gaan we sowieso nog halen deze week. We gaan ook nog even vandaag beneden in Zermatt kijken. Als je het niet redt met de lift, dan kun je niet met de auto zo. Want hier is het ook gewoon 3800 meter. Ja. Dus dan moet je zo. Gaan naar de 5 uur rijden. Dus hier, Als je de liftjes niet meer terug hebt, dan is het 5 uur met een taxi om de berg heen rijden om weer terug te komen in Bril, in Cervenië. Dus we gaan ons best doen, dan gaan we vast wel redden, kennen we wel. Hè? Kom maar goed. Kijk eens, even aan. Uit. Oké, dames en heren, dit is heel apart. Op deze hoogte rijden hier gewoon treinen. Dit is hier gewoon een trein. Die staat daar. Ik kan blijkbaar ergens naar boven en op 2 of 3 verschillende punten kan je gewoon uitstappen. Ik weet niet waar hij omheen gaat. Heel apart dit. Helemaal uitgezien. Echt super vet. Een trein. Een trein op de piste. Echt heel apart. Echt bijzonder. Super gaaf. Gewoon een treinstationnetje ook. Heel vreemd. Ja, jij bent ook vreemd, hè? Zal ik zo eens een vreemde eend? Heel vreemd dit. Ja. Echt. Oh kijk, er komt de trein. Het is wel geinig. Leuk toch? Komt-ie. Kijk dames en heren, waar we naast skiën. Binnenin. Daar gaat de trein helemaal doorheen. Het is goed, komt hij er zo uit. Echt heel bijzonder.
Gewoon een treinrails. Een trein. Heel apart dit. En gewoon uitgezien. Maar wij moeten ergens daar naar beneden. Mijn maat is daar gewoon ergens. We gaan er maar achteraan. Zo, hier maar even een sapje doen. Hè? Weer genoeg geschiet vandaag. Nee, echt niet. Ziet er gezellig uit hier. Leuk man. Leuk tentje. Ja, ik is hem helemaal weer. Zie je, net naar beneden geschiet. Oh ja, over dit paardje. Over het bruggetje. Mooi hoor hier. Mooi dorpje. Zermatt. Hier naar boven. Hè? Mijn bloed gaan. Goed, blijkbaar hebben we na een stukje skiën en heel veel mist, zijn we op een of andere vage wijze. Yay! Woe! Toch hier beland. Het gaat gewoon allemaal vanzelf. Het maakt niet uit waar we heen skiën, we belanden gewoon weer. In de love tent. Ja hoor, gezellig hè. En een DJ'tje. Kijk, dames en heren. Ik kan hier gewoon een flesje champagne van 19 euro bestellen. Lekker hoor. Ja, die moet je wel zeker niet laten vallen. Hè? Nou goed, we gaan even een klein sapje doen hier. Dan moeten we doorploeteren. Ja hoor, blijft gezellig hier. Love Aperski. Nou, niks aan geloven. Hier gaan de luchtjes achteruit. Ook heel apart. Ach, ik red niet druk. Samen nog eventjes naar beneden. Yes! Hadden we nog een sapje kunnen doen? Nee, ja, ik weet het. Zo, zijn we op ons appartementje vandaag. En het sneeuwt gewoon maar weer. Lekker hoor. Dat betekent dat we morgen gewoon weer een vers pakje sneeuw hebben. Lekker. Hé? Lekker, lekker, lekker. Nou, dit was het einde van deel 1. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het was super gaaf. Ook op de snowscooters was echt super cool. Deel 1 was gaaf, maar jullie moeten echt wachten op deel 2. Dat wordt echt super gaaf. Jullie moeten de vlog van volgende week van deel 2 in de gaten houden. Even abonneren nu. Nou, dit was het einde. Later.